Middels deze video ga ik u het exterieur van de auto uitleggen. Laten we beginnen met de sleutel, een van de belangrijkste zaken van uw nieuwe Mercedes-Benz. De sleutel van uw Mercedes-Benz is uitgerust met 3 knoppen. De eerste is de middelste, daarmee maakt u de deur open. De bovenste, daarmee doet u de auto op slot. En de onderste kunt u de kofferbak mee openen. Als we de auto ontgrendelen, dan hoort u natuurlijk een klik en zullen de knipperlichten 1 keer gaan knipperen. Na het ontgrendelen van de auto komt u natuurlijk gewoon de deur openmaken van de auto, zowel voor als achter. Maar ook kunt u na het ontgrendelen van de auto de tankklep openen, die dan ook automatisch open zal springen. Als de auto is uitgerust met Keyless Go, wat vaak te zien is aan de zilverchrome handgrepen, kunt u ook zonder de sleutel fysiek te gebruiken de deur openen of sluiten. Om de deur te sluiten zit er een klein vierkantje. Als u daar een vinger op legt, ziet u, dan gaat de deur automatisch weer op slot. Als u de hand bij de deurgreep houdt, dus echt fysiek vastpakt, dan zal hij de auto openen. Als u het Keyless Go systeem wil uitschakelen, kunt u 2 keer op de slotknop drukken. Dan zult u zien dat de knipperlichten 4 maal knipperen. Dit geeft aan dat de auto dan uitgeschakeld staat. Wat nog een handige functionaliteit van de sleutel is, als u de openknop ingedrukt houdt, dan opent hij namelijk alle ramen en het panoramisch dak als deze in de auto zit. Op deze manier kunt u heel makkelijk alvast even de auto een beetje laten afkoelen op een warme dag. Ook het sluiten van de ramen en het panoramadak kan gemakkelijk via de sleutel. Dit doet u door de gesloten knop ingedrukt te houden. Daarmee zult u dus zien dat u alle ramen weer netjes sluit. Ook met het Keyless Go systeem kunt u alle ramen en het panoramadak sluiten. Dit doet u door heel makkelijk uw duim op het gesloten knopje te houden. En dan ziet u alle ramen en het panoramadak gaan meteen voor u dicht. Heel makkelijk als u al buiten de auto bent en denkt, mijn raam staat nog open. De derde knop op de sleutel was om de kofferbak te openen. De meeste auto's hebben tegenwoordig een elektrische kofferklep. En als u even kort de sleutel ingedrukt houdt, gaat de kofferklep automatisch voor u open. De kofferklep kunt u dan weer sluiten door of de knop ingedrukt te houden, of het knopje te gebruiken die hier aan de bovenkant zit. Als uw auto is uitgerust met een Keyless Go systeem, kunt u vaak ook met uw voet de kofferklep openmaken. Dit maakt het nog makkelijker als u met 2 zware tassen of iets aankomt. Je kunt het heel gemakkelijk openmaken door 1 schop onder de auto te geven. Aan het exterieur van de auto zitten heel veel sensoren, radars en camera's. De belangrijkste zijn natuurlijk de parkeersensoren voor en achter. Die vindt u in de bumper, zowel hier als aan de zijkant. Hier aan de zijkant zijn niet alleen parkeersensoren, maar zijn ook sensoren die meehelpen met de dode hoekassistent die op de auto zit. En die kijken ook voor het automatisch inparkeren. Tegenwoordig zie je bij bijna elke nieuwe Mercedes-Benz dat de Mercedes-Benz daar dicht is. Dit komt omdat hier radarsystemen achter zitten die rekening houden met uw voorganger en u eventueel helpen om een botsing te voorkomen. Ook ziet u vaak bij het raam, waar vroeger altijd alleen de spiegel zat, tegenwoordig ook camera's. Die camera's die detecteren onder andere de verkeersborden en die zorgen er ook voor bij sommige auto's, als de optie erop zit, voor de augmented reality camera. Om de motorkap te openen vindt u de hendel aan de bestuurderskant onder het dashboard. Om daarna de motorkap helemaal te openen kunt u de hendel vinden die vaak net aan de linkerkant van de Mercedes-Benz daar op de motorkap zit. Deze schuift u naar links waarna u de motorkap kan openen. Onder de motorkap zijn een paar dingen die voor u belangrijk zijn om te weten. Dat zijn onder andere de plus en de minpol van de accu, het ruimtewisselvloeistofreservoir en hier op het motorblok om de olie bij te vullen.